soms dan hik ik tegen een gitaar aan omdat die heel duur is. En dan zegt mijn lieve vrouw, ja, maar het is je gereedschap. Dan denk ik, oh ja, het is mijn gereedschap. Het is natuurlijk pure hebzucht, maar ik heb het excuus van het gereedschap. Muzikanten zijn soms net hele grote kinderen. De studio is de speeltuin en hun gear is het speelgoed. En net als vroeger hebben sommige kinderen net wat meer bijzonder speelgoed dan anderen. Wij gingen langs bij Henny Vrienten, Shamsuddin en Misha Poorten voor een rondleiding langs hun favoriete en meest bijzondere stukjes gear. Hey, come in. Misha Poorten, drummer bij onder andere Pitu, Douwe Bob en Sam en Julia, speelt eigenlijk altijd op maar één kit. Zijn Slingerland Rolling Bomber uit 1943. Een drumstel dat door de oorlog geen metalen, maar houten hardware heeft. Die poster daar, van Ray LaMontagne, dat concert, dat was ik in 2009. En zijn drummer speelde op zo'n drumstel. Toen zat ik daar samen met een vriend van mij die ook drumt. En we keken elkaar echt bij die eerste klap die hij gaf, keken we elkaar echt aan van, wat is dit dan? Dus toen ben ik thuis gelijk gaan zoeken, toen ik die avond thuis kwam. Oké, wat was dat dan? En toen kwam ik er dus achter, oké, oude Slingerland. Uit de oorlog, is mijn kleine 2 jaar gemaakt. Er was in die tijd in Amerika een beperking op hoeveel metaal dat gebruikt mocht worden. Dat moest allemaal naar de munitiefabrieken. Dus toen zijn ze die randen en blokken van hout gaan maken in plaats van metaal. Doordat het hout is, reageert het gewoon ook anders dan het metaal. Dat merk je bijvoorbeeld ook al gewoon als je... Weet je, als je dit verschil al, dit is een soort van een wat koudere klank, zeg maar, en dit wat warmer. Daardoor is het ook zo dat op het moment dat je er harder op gaat slaan, dan klinkt het helemaal niet per se mooier. Dus ik ben ook daardoor zachter gaan spelen, omdat ik het gewoon merkte van, oké, ik moet hier niet te hard op meppen. Dus in plaats van dat je dan... Dan ga je... Ga je lichter en zachter spelen om dat ding te laten klinken, zeg maar, om het instrument te laten klinken. Kijk, als ik er nou niks mee zou doen, dan zou het een wanstaltige pronkzaal zijn. Maar ik speel de hele dag op al die dingen. Doe maar legende Henny Vrienten heeft een kamer vol bijzondere bassen en gitaren die niet zouden misstaan in een museum. En dat allemaal door Sesamstraat. Eigenlijk is het grote verzamelen begonnen zo'n 20 jaar geleden. Ik had altijd wel gitaren natuurlijk en vooral bassen. Maar toen ben ik begonnen, dat is nu afgelopen helaas, maar dan schreef ik alle liedjes voor Sesamstraat. En dat waren allemaal van die look-alikes. Dus een liedje zoals een country zanger of een liedje als een tango of een... Echt rockding of een Dylan-achtige, al die liedjes hadden een pastiche, noemen ze dat. Maar dan wilde ik ook altijd precies dat gitaargeluid hebben. Dat moet een dobro zijn of dat moet een, weet je wel, zo'n bas zijn. En daar ga ik redelijk ver in, geloof ik. Toen ik 12 was, zag ik de Everly Brothers. En die hadden dus zo'n Everly Gibson. En dat duurt dan gewoon 50 jaar voordat die... Weet je wel, in jouw bereik komt. Want dan kon ik dat echt niet kopen. Maar dat zit me altijd in mijn hoofd. Ik wil een keer een Everly. Ah, dit is er één. Hier staat die Everly, Everly, Everly. Je bent natuurlijk als popmuzikant ben je altijd epigonistisch. Hè? Je wil zijn als... Toen ik 16 of 17 was, zat mijn haar net als Dave Davis, weet je wel, van de Kings, precies zo. En als hij zijn haar anders deed, en dat zag ik op een foto, zat mijn haar de volgende week ook weer anders. Want je bent nog niet van jezelf. Het duurde gewoon nog 30 jaar voordat ik van mezelf was. Maar dat heb ik dus ook met instrumenten. Dat je denkt, oh, als ik die heb, dan kan ik net als de Everly Brothers in mijn eentje tweestemmig zingen of zo. Ja. Dat is natuurlijk niet zo, maar... Het is wel fijn om te hebben. De speeltuin met de meeste lichtjes en knopjes, die heeft Shamsuddin. Van gemodificeerde korgs tot een bijna levende modulair. Lego is er niets bij. Zoals je ziet, alles knippert en alles knippert in hetzelfde tempo. Dus het is allemaal aan elkaar gesynct. Dat gebeurt door middel van gates en gate trigger en cv-signalen. En je hebt modules die... klank opwekken, je hebt modules die klank shapen, dus het timbre beïnvloeden. Je hebt modules die noodinformatie doorgeven. En zo
praten al die moduletjes met elkaar en door middel van die kabels maak je eigenlijk een signaalpad. Waarom ik graag met een modular werk is omdat je komt op dingen die eigenlijk soms te abstract zijn om zelf te bedenken. Dus als je een keyboard hebt met toetsen, weet je gewoon, ik druk op de C en dan komt er een C uit en dan kun je die klank nog een beetje shapen en dat is dat. En als ik een akkoord speel, is het een akkoord. Met dit apparaat, tenminste zoals ik hem nu heb hoor, je kan het ook heel anders configureren, maar ik hou ervan om kaders aan te geven waarin ik wil dat hij improviseert, als het ware. Als ik hem een beetje wat ruimte geef, zeg maar, dan gaat hij gewoon zelf dingen bedenken. En als ik dan iets hoor wat ik tof vind, kan ik het lokken. Zoiets zou ik niet zo snel bedenken in een computer. Het leeft gewoon, het ademt. Er gebeuren onverwachte dingen die heel moeilijk te componeren zijn eigenlijk. En daarom is het bijna alsof je met een levend organisme in de studio bent. Dit was mijn allereerste bas. John Entwistle van de Hoef speelde daarop en later Rine Scherzen. En die werden ook alleen maar in Den Haag verkocht. Dus moest ik heel uit Tilburg. Het was een hele reis met de trein naar Den Haag om deze bas te kopen. Volgens mij staat het er nog op dat die van... Oh ja, hier, Servaas. Dat was de winkel waar al die Haagse popbands... Want Den Haag stond natuurlijk bovenaan de hiërarchie met de Motions en de Golden Earrings. Nog met een S. Dus daar ging ik naartoe om deze gitaar te kopen. En er staat mijn handtekening op en dat doe ik meestal niet, maar er zit nog een verhaal aan vast. Op een gegeven moment dacht ik, heb veel te veel bassen en dan moeten er een paar weg en dat oude ding, ik speel er nooit meer op. En toen was er bij Paradiso een veiling voor een goed doel en dan vroegen ze of ik iets had. En toen zei ik, nou, ik heb wel een basje voor je. Wil je hem signeren? Ik zei, is goed. Dus ik signeer hem, hij gaat naar die veiling, wordt verkocht. Ik weet niet aan wie, weet ook niet voor hoeveel. En 10 jaar later of zo is Thomas Agda bij mij in de studio om een duet voor Sesamstraat in te zingen met zo'n pop. We hadden zo'n serie toen. En hij zei, een vriend van mij heeft een bas van jou boven de bank hangen. En toen zei ik, oh, wat leuk, speelt hij hierop? Hij zei, nee, die kan niet spelen. Toen zei ik, vraag eens of ik hem terug mag kopen. En 2 weken later stond de jongen voor de deur, heb ik hem teruggekocht. Een bakje dat eigenlijk in geen enkele studio mag ontbreken is natuurlijk de 303. Ik heb geen echte, ik heb een kloon. Ik was helaas niet zo cool dat ik op mijn 15e zo'n ding ergens vandaan trok voor 25 euro. Of van dat soort heerlijke verhalen die mensen soms hebben. Dus ik heb hem eigenlijk echt net pas. Het is gewoon instant acid eigenlijk als je die resonance opendraait. Maar ik vind hem ook mooi als je hem juist een beetje wat subtieler laat. Heel vaak doe ik hem eigenlijk bijna dicht. Dan kun je er nog een andere baslijn overheen leggen. Of het is het gewoon eigenlijk een beetje een soort van... Ja, een soort kleuring of zo. Naar schatting zijn er rond de 300-400 van gemaakt in totaal. En die zijn dus veelal gewoon in Amerika gebleven. Ze zijn na de oorlog... Zodra die beperking werd opgeheven, zijn ze gelijk weer teruggeswitcht naar metaal. Omdat het gewoon veel goedkoper is en makkelijker is in de productie. Van wat ik weet zijn er denk ik een stuk of 7 of 8 in Europa van deze kits. Ik denk dat er heel veel toch wel een soort van vergaan zijn of nog ergens op zolders liggen. Ik moet een gevoel hebben bij een instrument, zeg maar. En dat heeft heel veel te maken met een verhaal. Als je gewoon alleen al nadenkt over dat het nodig was om dit zo te maken vanwege de oorlog. Het is zo'n ander startpunt dan, oh, ik ga maar eens een drumstel kopen. Het is zo'n ander, je denkt er gelijk totaal anders over na. Want er zit vanaf moment 1 een verhaal aan vast. Ik hou echt van die dingen, zeg maar. Ik denk daar altijd als ik erop speel ook op die manier over na. Dus het is ook altijd feest om erop te spelen daardoor. Het is echt altijd gewoon vet. Als ik er 1 over zou mogen houden, dat vragen mijn zonen altijd aan mij. Welke zou je nou houden als je 1 bas moest overhouden? Dat zou heel moeilijk zijn. Heel erg moeilijk. Maar ik denk toch dan deze. Dat is toch de oer-basgitaar
Weet je wel, Leo Fender heeft hem uitgevonden, de basgitaar, als het ware. Nou, Rickenbacker was misschien een paar maanden eerder, maar zeg maar, de contrabassen trokken het niet meer tegen. Er kwam een elektrische gitaarversterker en dan stond iemand op zijn plexibas te trekken en die kwam er niet doorheen. En zo hebben ze die basgitaar uitgevonden. En dit is gewoon de oerbasgitaar waar alles in zit wat een basgitaar moet hebben, vind ik. Ik zou die kiezen, denk ik. Ik zat echt al jaren op Synth Forum voordat ik synths ging kopen. Omdat ik al wist dat ik dat... Ik wilde gewoon synthesizers hebben, maar ik had er nooit geld voor. Ik zat gewoon nog op school en zo. Maar ik zat wel altijd op Synth Forum te kijken. En toen op een gegeven moment toen had ik een guy en die had opgeschreven Korg Trip. Eén grote Korg Trip of zo. En ik zei kijken. Hij had een Poly 800, een MS-10 en een Poly 6. Wat eigenlijk een beetje Korg's antwoord was op de Juno. Een beetje hetzelfde tijd, of misschien was hij zo, nou antwoord weet ik niet, maar hetzelfde tijd in elk geval. Het zou ook eerder geweest kunnen zijn. Maar zesstemmig polyfoon, gewoon best wel grote bak, mooie houten zijkant, twee oscillators per voice. Gewoon een tof ding. En die had hij allemaal in één koop voor 600 gulden of zo. En toen heb ik dat allemaal gewoon in één keer, dat waren mijn eerste drie synths. Toen zat ik gewoon zo thuis om me heen te kijken van, wow, ik ben nu synthesizer verzamelaar, gewoon in één keer.